In het casino in Waterschei gaat voor de 10e maal de Limburgse kunstbeurs door. En dit tot en met zondag 22 september. Ook de kunstambachten nemen deel aan de beurs met demonstraties. De Limburgse kunstbeurs 2013 te Genk is meer dan een tentoonstelling. Deze kunstbeurs is eigenlijk mede tot stand gekomen en met de medewerking van de kunstkring Genk Streven, de kunstkring Creatief, de VZW, Federatie Beeldende Kunsten, dat is de afkorting van die lange moeilijke naam, Koor en Stem Limburg, de Academie Muziek, Hoort en Dans van Genk, de Genker Wijn Gilde de Brommel en de Dienst Cultuur van de Stad Genk. En dan luisteren we nu voor het tweede deel voor onze muzikale ondersteuning. Als ik zie hoeveel kunstenaars en sympathisanten van de kunstenaars hier aanwezig zijn, dan ben ik een zeer fiere schepen. Want dit is wat Genk is, dit is creatief Genk. En als ik dan zie dat in dit casino, dat er zoveel kunstwerken, maar zoveel ambachten ook, naar voren komen, dan maakt me dat nog gelukkiger. Want dat is ook waarvoor we uiteindelijk het casino, met de laatste ingrepen die we gedaan hebben, waar we het casino ook voor willen, eigenlijk reserveren. Maar dit casino is een stuk, is van Genk, maar is er ook om die kunstenaar te ondersteunen. Of die nu beginnend is, of al zeer professioneel. Het is de bedoeling dat jullie hier terecht kunnen om jullie kunst te tonen. Op de opening van de beurs was er bijzonder veel interesse voor de kunstwerken van de 44 kunstenaars die op zondag 22 september meer dan 100 kunstwerken te koop zullen aanbieden.